Er is één iemand hier met het meeste geluk. Dat blijkt uit een erotisch auto-onderzoek. Oh. Er is namelijk een verband tussen je automerk en je seksleven. Rij je bijvoorbeeld in een Porsche, dan is je seksleven het allerbeste. Echt waar? En ze doen het ook vaak in de bolide zelf. Dat kan niet, man. Je kan in een Porsche niet wippen. Nou, dat weet je niet wat voor Porsche dan sommige mensen hebben. Zo'n, dat kan toch allemaal naar achter, die stoelen? Ja maar het dak is zo... Laten we het vragen. Die weet het wel. Het kan, hoor. Maar bijvoorbeeld een Volvo of een Mercedes-rijder... Ja? Die mag ook niet ontevreden zijn. Grote verliezers in deze. Oei, dat is leuk, toch wel de Seat en de Skoda-bestuurder. Sterker nog, Skoda-rijders, 20% daarvan is seksueel depressief. Oh. Ja, de Skoda-rijders over het algemeen wel heel erg slim... en ook de snuggerste van de weggebruikers. Kennen jullie een Skoda-rijder? Ben ook benieuwd. Misschien luistert er wel. Kan iemand die hier in een Skoda rijdt... iedereen op de snelweg zit natuurlijk nu toch daar. Kijk hem of haar daar in de Skoda. Seksueel depressieve. Maar ik vind het toch wel even goed om onder de Seat of Skoda rijden. Ja, is dat, klopt dit onderzoek? Mark aan de telefoon. Mark, goedemorgen. Een hele goede morgen. Wat voor auto rij jij, Mark? Ja, ik rijd in een Skoda en onze vrouw die rijdt in een Seat. arme Mark. Maar is het, klopt het een beetje, het onderzoek? Ik kan je wel vertellen, voordat ik getrouwd was, had ik ook een Porsche. Toen ging het wel, maar sinds mij... Paul, goedemorgen. Goedemorgen. Skoda-rijder ook? Absoluut. Ach, arme Paul. Nee, Skoda is mooi. Nee? Skoda is een goede auto, toch? Nee, tuurlijk. Maar hoe zit het? Want het ging even om de relatie auto en seksleven. Is dat, voor elkaar? Of zeg je van, nou, dat klopt wel? Nee, dat is wel voor elkaar. Maar, kom maar aan. En ze liggen achterin. Nee, dat klopt wel. Ja. Dat is wel goed.